Dag iedereen, welkom bij de allereerste aflevering van een gloednieuwe podcast met een hele simpele naam: Cross. Drie kwartier lang gaan we praten over het rijlen en zeilen in het veld. En we doen dat elke maandag hier in deze studio. Het stopt dus niet de discussie op zondag ergens te velden, maar nee, op maandag gaan we gewoon door. En hoe kunnen we dat vandaag beter doen dan met twee van onze vaste waarden bij PlaySports, Paul Herregers en Sophie de Boer? Goedemiddag, allebei. Fijn dat jullie uh, terug zijn, want ik heb jullie gemist deze zomer. De, de de cross is alweer begonnen, maar ik was er nog niet bij. Binnenkort wel weer op Play Sports, maar vandaag hier uh, in de studio. Het hoeveelste crossseizoen is het voor jou, Paul? In je hele leven, in je hele carrière. Oei, oei, oei. Dat je ik... bewust hebt meegemaakt. Uh, of zal meemaken. Dat is lang, hè. Dus om, om daar exact wat op te doen, moet ik al een rekenmachientje bijna bij de hand nemen. Dus maar uh, ja, van mijn 16, 17 jaar ben ik zelf beginnen crossen. En, je uh, en op een bepaald moment. <laughs> ja, maar ik ben er bijna 60. Hè, dus uh, ja, dan, uh, dan heeft dat wel heel veel in beslag genomen. Bijna een halve uh, dat, eeuw. Dat cross-gedoe. <laughs> Sofie, wie zit bij jou? Um, ik ben. Uh... Oh jeetje, moeilijke vraag. Moet ik ja, ook over... je weet al hoeveel crossseizoenen je ongeveer. Het hoeft ja, niet helemaal juist te zijn. Hè? Ik, ik denk, uh, ik heb denk ik uh, de vijftien seizoenen gefietst. En um, nu het tweede seizoen uh, in een andere rol. Oké. Okay. Dat fietsen is nog niet helemaal voorbij, hè, Sofie? Want deze zomer had je nog grote plannen. Ja, je had. Ja, had. Het is er niet van gekomen. Nee, op het moment is het, uh, is het wel even rustig. Uh, ik ben na het crossen gaan uh, gravelen. Um, dat leek me heel erg leuk. Nieuwe discipline. Maar ja, ik... Uh, bleek ineens zwanger te zijn, dus uh, dat leek me niet zo'n goede combinatie uh, die twee. Dus ik heb best wel wat, een deel van die wedstrijden heb ik gecanceld, maar ik heb ook wel wat gereden en ja, dat was wel, het is heel leuk, het is heel bijzonder. Het is wel echt heel zwaar. Je, je bent toch heel blij dat je zwanger bent, want het klinkt alsof ja, ja ik ben oh, zwanger. Nee. Ja, ik, ja, nee. <laughs> ja. nee, 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 het was, het was een enorme verrassing. Ik had. Uh, ja, dat, dat klinkt dan misschien nog een beetje als een topsport. Ik had nog al die, die races in mijn hoofd zitten en ik was daarmee bezig en ik was aan het trainen. Dus dit was een, een super aangename verrassing. Ik ben daar heel blij mee. Maar ja, dan moet je, even het, uh, moet je alles even om, ja, om, uh, veranderen. Even, uh, veranderen. Hoe, hoe snel heb je dat kopje kunnen omdraaien? Want ja, de, de ambities die er nog waren, die, die moesten in de koelkast. Nee, wel heel snel. Want het, wel, ik, ik, nou, het voelt voor mij wel echt. Um, het eerste gevoel dat ik had toen ik erachter kwam dat ik zwanger was, was wel echt... Ik heb een heel groot Sinterklaas cadeau gekregen, dus ik ben heel blij. Um, maar ja, ik zou nog wel heel graag die, die races die ik op de planning had een keer willen rijden. Maar ik was ook wel direct heel ziek, dus dan heb je ook je hoofd er niet meer naast staan. Um. Ja. Er zijn heel veel mensen nu aan het gravelen. Hè? Dus jij ging al die dromen die veel mensen hebben, waarmaken. Waar, waar ging je allemaal gravelen? Um, nou, ik zou sowieso unbound in Amerika rijden. En dat is iets wat ik heel graag wil doen. Dat is eigenlijk de gravel race van de Gravel Races. Um, toen had hadden corona, dus ben ik niet gegaan. Ik zou in IJsland rijden, dat is de Rift. De Rift is in Europa eigenlijk een vrij grote race, die ook, al, die ook nog niet zo heel lang bestaat, maar wel met een beetje vergelijkbaar deelnemersveld is in Amerika. En in Amerika is dat gravelen veel groter nog. Het bestaat al langer. Je hebt veel gravel pros, vooral bij de dames, heb je echt wel een top 20 van, van dames die dat professioneel doen. Dat is in Europa echt nog wel anders. Um, en ik wilde een aantal van die UCI gravel races gaan rijden. En daar was ik ook wel heel benieuwd naar. Erwin Verwekken had me daar ook een beetje warm voor gemaakt. Maar goed, die, ja, die kunnen volgend jaar ook nog. Absoluut, er, er kan een comeback zijn. Zou je het... Goed hebben gedaan. Kan je dat inschatten? <laughs> Waar je zou geraakt zijn? Welk niveau? Ja, in welke rol zou je daar naartoe op, op niveau willen rijden? Of, of wat meemaken? Of, want ik neem nou, aan dat daar ook een vorm van avonturierschap in, uh, in. Nou Ja, in, in grappig dat je dat zegt. Dat is wat ik gemerkt heb in mijn hele prille gravel carrière. Is dat je echt. Uh, er zit een heel groot verschil tussen de gravel races zelf. Je hebt dus in Amerika, dat zijn races die zijn. Vaak 200 kilometer. Unbound is, is 200 maal. Dus dan zit je op 300 Oei, nog op kilometer. Over, ja. Dus dat is echt heel lang. Maar bijvoorbeeld de UCI gravel races zijn volgens mij maar onder de de 100 kilometer. En dus dan moet je echt denken aan een paar. Dat is gewoon een, weg, een verkapte wegwedstrijd. Ja. En daar heb je uh, een heel groot deel zit daar asfalt in. Dus dat, zijn hele, dat heb je hele hoge gemiddelden. Maar bijvoorbeeld in Kenia waar ik was was ik ziek, dus heb ik niet gereden. Maar dat was echt, dat is een mountainbike parcours. Dan heb je eigenlijk op een gravelfiets... is dat helemaal niet comfortabel uh, wat je daar dan moet rijden. Dus daar zit heel veel verschil nog tussen. Maar nee, als ik dat zou doen, dan zou ik dat... Ik doe dat wel serieus. Ik doe geen ja. dingen half. Dus ik was daar ook wel echt voor aan het trainen. En nog best wel wat lange ritten gemaakt van bijna 200 kilometer. Uh, maar wat wel met dat gravelen is, ook als je... 100 kilometer gaat fietsen, moet je gewoon zorgen dat je heel veel fietst. Kijk, met het crossen ...dan wil je die cross-specifieke conditie echt op peil hebben. En dan moet je ja. heel specifiek voor trainen. Dan moet je ook je de systemen in je lichaam, het anaerobe systeem, je creatine systeem, heel specifiek voor trainen. Maar als jij 200 kilometer wil fietsen, dan moet je ook zorgen dat je vooral fietst en dat je veel fietst. Dus dat Komt het trainen wel iets minder specifiek? Ik denk dat je nu uh, ja, eerdere type wegrenner zou moeten zijn. Hè, ja. voor, het, uh, voor het zoals het er nu voorlopig voor staat. Uh, dan uh, een 60-minuten crosser. Ja, zeker. Hè, ja, want ja. het WK is uh, dit weekend in ah, ja, Italië. Ja, dat komt er nu aan. Ja. Ik las 190 kilometer bij de mannen, 140 bij de vrouwen. Dat is een, uh, dat dat is wel een dat, afstand hè? Dat, is, dat, is, een, uh, dat ja. is geen crosser. Het is natuurlijk een WK en uh, het zal er wel uh, navenant uh, naar gemaakt zijn. Dus uh, ja, lastige kost. Dus uh, dat is uh, zo lastig als een, uh, ja, een zware ah, wegwedstrijd. Ik weet dat volgens mij vorig jaar was er rondom Unbound heel veel ophef over de winnares. Omdat je rijdt met mannen en vrouwen rijden samen. Dus dat is best een beetje gek natuurlijk. Omdat dames in principe ook weer kunnen profiteren als je bij goede mannen in het wiel zit. Uh, alleen, die, die, er was best wel veel op, ophef over. En de winnares, die publiceerde later ook haar wattages. En die rijdt over in unbound, dus weet ik veel, 12 uur of zo, 230 watt gemiddeld. En zij weegt echt niet zo heel veel. Dus dat is best wel een enorme output wat zij levert. Dat is wel heel hoog niveau. Er zijn niet zo heel veel dames die dat uh, kunnen. Dus het is niet dat je denkt, oh, ik ga gravelen... en ik uh, helemaal niet in Amerika en ik win dat even. En, uh, ja. Het is wel een hoog niveau. Uh... Maar volgend jaar, we schrijven het op, doe je mee aan het WK Gravel. Uh, in 2000, wat is het dan, 2023? Ja, ja, ik zou het wel leuk vinden. Ik denk het wel. Okay. Astro, dat is een mooie belofte uh, tijdens de eerste de dag, hier. Ja. In ieder geval. Ja. Ja. Zou het iets voor jou geweest zijn, Paul? Uh, ik denk dat niet, eerlijk gezegd. Nee, want ik, ik, uh, ik zal terug in de tijd flitsen. Dus ik was op een bepaald moment een behoorlijke mountainbiker. Een goeie op, op, zelfs. Op, uh, ja, Belgisch baarkeer, kampioen. Een Belgisch kampioen geweest. Uh, en dan uh, op een bepaald moment was er eens uh, de gelegenheid om een, uh, aan een wedstrijd van 100 kilometer mountainbike. Ik zei, ja, dat gaat geen verandering geven. Hè. Dat ga ik wel oprollen, uh, dat spelletje. Maar. Geen prijs. <laughs> nee, dat is iets heel anders. Dus uh, ja, 40 heb... kilometer mountainbiken of 100. Ja. Dat is dag- en nachtverschil. Heb je niet nog de, de ronde van Frankrijk voor uh, mountainbikers gereden? Um, Parijsrobe heb ik verschillende keren gewonnen. Maar ook de Tour heb ik ook één keer. Well, uh, wat was dat? Want ja, ja dat ronde was van de Frankrijk mountainbike. Ja. Echt waar, Tour de France. Ja, ik, oh, uh, ja. ik herinner mij nog uh, heel weinig van, maar in ieder geval, dat was keihard lastig. <laughs> en ook andere namen, want er was, was wel wat Klimberg bij te pas. En, uh, en lange ja. afstanden? Er uh, waren toch etappes uh, van uh, 60, 70 kilometer. En ik herinner me nooit dat ook Adri van der Poel uh, dat jaar aanwezig was. Ja, nog een keertje los door uh, de prikkeldraad hier rijden, A3. Ongelooflijk. Ja, maar je maakt wel mee eens, hè, in zo'n uh, mountainbike uh, ja. etappe En in het duidelijk ook. Als, als dat als moet een, ook zoiets zijn. Ja. Dat 2K, er, er wordt gesproken over Mathieu van der Poel eventueel aan de start, is nog niet bevestigd. Nou, dat zou, zou wel een uh, geweldige reclame zijn voor 2K Gravel. Ja, maar dat ja. zou fantastisch zijn moest dat nog kunnen. Dus, maar voorlopig is er nog niet echt het, uh, het gerucht, heb ik ook gehoord. Maar maar effectief, ik denk dat de ploeg daarmee moet komen. Dus en, uh, voorlopig, het komt wel uh, heel dichtbij, dus maar, misschien morgen. Sagan wordt genoemd uh, ook, uh, Stibar die ja. zou ook meedoen. Ik bedoel, als je dat soort namen hebt, dan, dan, ja. is, dan is dat evenement het eerste ooit. Gaat WK er gravel gaat er, komen, gaat er doorkomen. Een, een discipline waar dat alles kan, bijna ja. alles mag. Uh, ja, als daar iets zonder water staat, dat moet dan ook maar kunnen. Geen discussies. Het is een combinatie van de twee. Wegwedstrijden, uh, slechte wegen, een beetje crossachtig. Ja, ja. ja, geweldig. Wat, geweldig nieuws voor degene dat dat kunnen Wat ook wel, uh, wel heel leuk is als je daarover nadenkt. Um, bijvoorbeeld die staat in Amerika ook aan de start. En in, je staat er dus met een paar duizend man aan de start. Nou, er zijn ongeveer... Bij elkaar opgeteld, uh, ik denk zo'n 30 mannen en zo'n 30 vrouwen die dat professioneel doen. Die starten helemaal vooraan. Maar ja, dan sta je dus gewoon ook als amateur, sta je met Sagan aan de start. En dat is natuurlijk wel, uh, wel heel cool. En weet je wie in Amerika ook vaak rijdt? Mm -hmm. uh, Bottas die gaat met Tuf Tiffany Cromwell. En Tiffany Cromwell die rijdt nog voor SRAM En Canyon Shram. En zij, uh, zij rijdt vaak van die Belgian Waffle Rides. Dat zijn dus ook die uh, gravelwedstrijden. Mm -hmm. En hij start dan ook. Valt Brottas, Bottas? Ja, die was in de, in de Ronde van Frankrijk ook deze zomer. Hè? Want zijn vrouw ja, ja, had ja, ja. stond daar uh, ja. op zijn vrouw te wachten, zeg maar. Hè, ja. uh, die dat uit de bus moest komen <laughs> met haar rugnummer op. Ik vraag me dan wel af, hoe ziet dat leven van hun eruit? Gaan ze dan daarna naar die... Want ik volg ook wel op Strava en ik zie haar in Abu Dhabi... en al die contraille fietsen. Maar dat, ja, die, die gaan overal samen naartoe. Ze komt op veel plaatsen om, uh, om te trainen zeker, dan, ja. dan blijf je gemotiveerd uh, ja uh, een andere ja, trainingsrit. Ja. Maar um, bon, er, er is, um, de naam is genoemd, bijvoorbeeld een Stibar, die, uh, die gaat gravelen. Hij is nog wegrenner, maar hij wil ook nog weer crossen worden. Ja, daar is sprake van. Zien we hem zijn... nog terug in de cross? Hoe realistisch ja, is ja, dat? Zelfs over een paar dagen, de, de Berencross in Meulebeke, daar, daar is zijn naam nog gevallen. Ik was daar smorgens vroeg en, uh, en er was, uh, de, de voorzitter zei me, hij zei, ja, weet je van wie Dat ik gisteren nog telefoon heb? Die wou nog starten. Stibar. Ik zei, dacht je dat dan niet klaar? Ja, het mocht niet meer, uh, 108 inschrijvingen. En dat is dan stopgezet op 100, dat mag niet. En uiteindelijk zijn er dan 70 of 80 aan de start gekomen. Ja. Dus normaal gezien had je stieber. Uh, ja. ik, nou, ik wie, 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 huh? wie houdt dat tegen, Paul? Wie houdt wie ja, dat tegen? Ja, dat zijn reglementen. Hè? Je moet ook op voorhand inschrijven tegenwoordig voor een veldrit. Uh, daar kan nog wel misschien een klein mouwke aangepast worden, dus, maar het is toch de bedoeling dat dat allemaal... Het is niet omdat je getekend hebt dat je een contract hebt dat het in orde is. Je moet ook zelf nog inschrijven bij de organisatie. En dan op 100 wordt het automatisch stopgezet. En daar zijn ze een klein beetje de, 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 de wetgeving gevolgd. En uh, ja, er was geen sprake van dat hij nog, nog erbij zou gekund hebben. Jammer, zonder ze. Die inschrijving is ook best wel streng, want ik had uh, normaal mijn hele carrière altijd uh, gewoon een startvergoeding. Dus dan, ik heb me nooit moeten inschrijven. En mijn laatste, laatste jaar toen was het uh, wat minder. Dus dan, dan moest ik dus gaan inschrijven, want dan had ik geen startcontract. Alleen die wedstrijden, nou, ik heb echt nachten... dan werd ik in ineens s nachts wakker, oh, ik moet me nog inschrijven. En dan ging ik s'nachts naar de inschrijving en dan zat de inschrijving vol. Omdat dan gewoon, dan, dan, ja. dan mogen er bijvoorbeeld maar tachtig mensen starten. Mm -hmm. Alleen dan zat een maand of zes weken van tevoren, zat de inschrijving al vol. En dan was ik te laat en dan moest ik gaan bellen. En dan ja, maar ik wil echt heel graag starten. En dan, vaak kon het dan uiteindelijk nog wel, maar... Ja. De, 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 die inschrijvingen zitten heel snel vol. Want er komt stress bij en er zijn, er zijn populaire crossen... Dus uh, zonover ja. bijvoorbeeld, dat is razend populair bij de jeugd. En, uh, die moet je ja, dan, maanden da, van tevoren inschrijven. Dat is bijna een ticket kopen voor naar een festival te gaan. <laughs> de sfeer heerste er een paar jaar geleden wel. Hè. Hopelijk komt dat weer terug en, en, en is het weer helemaal vol binnenkort in de kuil. Maar was dat ook omdat je uh, ja, in die topjaren bij een ploeg zat, dat het georganiseerd werd en dat je het op het einde meer zelf moest organiseren? Of, hoe ging nee, dat? in principe dat staat daar wel een beetje los van. Uh, het heeft gewoon echt te maken met je prestatie. Je ranking of de organisatie jou een contract wil aanbieden of niet. En dan zit vaak wel een... Ik, ik werkte altijd met Jeff van der Bos, mijn manager, en die regelde dat dan vaak. Uh, dan heb je hebt vaak dat renners bijvoorbeeld voor de hele superprestige krijgen ze een contract aangeboden. Die krijgen voor de, de hele... Um... Wereldbeker? Nee, Wereldbeker. De losse kracht. Ja. Start losse ja, 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 startgeld, X2O ja. trofee. Dan krijg je vaak voor de, voor de hele rit uh, een contract aangeboden. Dan teken je en dan moet je al die crossen moet je rijden. En, uh. ja, de crossen die nu geweest zijn, de exact crossen, die, uh, die staan er ook los van. Jullie hebben ze alle drie meegemaakt. Dus jullie hebben ja, een oh, goed nee. beeld. <laughs> Uh, ja, alle drie de crossen, hè. Oh. Nee, nee, nee. Ja, ja, jij bent oh. met twee, Sofie. Ja, ja, Sofie heeft al wat, wat moeten praten. Dus ik, ja. ik, ik zelf was er eigenlijk om het parcours te keuren. Hè, dat gebeurt dan uh, half in de week een keertje. En dan de dag ter plaatse op de, van de wedstrijd. Dus, maar dan kun je toch al direct erin komen. En uh, toch wel voelen wie dat er al goed is. En uh, wie dat er eigenlijk al uh, ja, met de, voor de overwinning uh, klaar is. Ja, zo meteen sportief. Nog één vraagje. Want uh, Sofie, je... je je bent bij ons uh, als analiste, uh, je ja. zit hier in de podcast, je hebt jaren gekroost. je hebt alle aspecten van de cross uh, zien passeren en nu ga je ook de vragen stellen. Uh, <laughs> ja, straks neem je alles over. Dat ik moet zeggen dat ik het, uh, het, het interview leuker vind dan het analistenwerk. Echt? Oei? Ja. We hebben een probleem. Pas op, nee. Je moet niet onderschatten, hè, want mij moet het niet laten doen. We gaan lopen. Hè. Dus uh, ik, ik, uh, ik heb ooit één keer moeten doen, en dat was ook in hoger rijden. Dat ik op een bepaald moment aan, uh, aan, aan Sven vragen moest gaan stellen. Maar valt niet mee. Ik bedoel, uh, daar moet een klein beetje voor in de wieg gelegd zijn. Uh. Nou, het is. Um ik, ja, ik probeer wel echt te vragen wat ik zelf, wat ik, waar ik zelf benieuwd naar ben. En wat, waarvan ik denk: oké, okay, dit is wat mensen misschien leuk vinden. Het enige wat mij een klein beetje overviel op het moment dat uh, de vraag gesteld moet worden: dat je dan in één keer. Uh, ja, dat, ja dan, het gaat allemaal best wel snel. Dus je, je, je wil dan ook wel nou ja, in die hele korte tijd iets moois neerzetten. En dat is inderdaad wel een klein... Dat is toch nog een klein beetje spannend. Want als wij zo zitten, dan schud ik zo honderd vragen uit mijn mouw. Maar op het moment dat je dan... Uh, het moet bent, dan gebeuren, hè? En je ja. hebt drie vragen en, en je wil ze op oh, en, een goede manier stellen. Ja. Met de juiste toon, met respect voor de, voor de, ja, de, de sporter tegenover precies. je. Maar het toch moet ook zo kritisch. Kort. Ja? En ik ben, ik ben niet zo heel uh, kort en bondig. Nee, dat is best wel uh, dat is wel, uh, is, nee, maar het is super leuk, want ik vind het heel mooi dat ik uh, dicht bij die renners kan zijn. Je kan ze in de ogen aankijken, je kan echt het gevoel proeven van hoe staan ze daar, de, de spanning, uh, bijvoorbeeld bij Fem van Empel van tevoren, dan voel je bij haar echt wel de spanning, dus dat is uh, dat is super leuk. Um, Maar het is ja, ik, ik zou het liefst nog veel meer willen vragen en een diepte-interview willen doen. Maar ik heb iedere keer Bruno in mijn ooghoek. die staat te gebaren. Stop. Stop. Dat is de floor manager ja, ja. die alles een beetje uh, ja. coördineert. Ja. Ja, uh, maar het is de kunst om ze ook uh, op langere leeftijd uh, in de ogen te, te kijken. Dus want het is, op een bepaald moment wordt dat toch moeilijk om uh, uh, vragen stellen. Het is niet altijd roze geuren. Iedereen nee, nee, nee. komt niet in aanmerking voor de overwinning. En, en er plus, ik merk nu, het, het, is, het is een geweldig voordeel. Dat gevoel heb ik als, als ik kijk, en ja, ik zit ook een beetje nu in, in de cross, uiteraard. Dat je, dat je die crossers kent, zoals Fem van, van Empel. Ja. Maar aan de andere kant is het ook een dunne lijn, want je, je moet wel. Als interviewer daar staan en niet als ik ken jou en Fem, hoe is het en zo, wat een voordeel is. Maar het is zo dat evenwicht zoeken, waarschijnlijk als, dat, uh, uh, als interviewer in die rol. Ja, ja nou, ik ja, iets waar ik oprecht heel, zelf heel benieuwd naar ben, is hoe heeft ze haar week doorgemaakt? Met wat voor gevoel staat ze daar? Wat, wat, hoe oprecht, hoe schat ze die kansen, zeg maar, um, in? Iets waar ik bijvoorbeeld bij Celine Alvarado heel benieuwd naar was, uh, het virus, heeft natuurlijk. Zo goed gepresteerd. En dan een seizoen echt wel veel minder, heel wisselvallig. Mm -hmm. En dan blijkt dat ze een virus gehad heeft. En ik ben dan ook heel benieuwd. Ja, wat, wat, voor, wat is de impact daarvan geweest? En we hadden een, vorige week een heel mooi interview waar ze heel openhartig was over de twijfels. Wat het met haar gedaan heeft. En ook de twijfel aan je entourage. En kijk, voor topsport is het en voor prestatie is het zo belangrijk dat er alleen maar vertrouwen is. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de mensen, vertrouwen in je materiaal. En als je niet Vinger kan leggen op wat is er nou aan de hand? Waarom presteer ik in één keer zoveel minder? Um, dan ga je twijfelen en dat vertelde ze. Alleen, ja, ik, ik heb het mag een minuut duren en dit duurde minstens vijf minuten. Dus ze konden dat hele interview niet uitzenden. En dat was heel jammer. Ja, dat dus, is... dus het is heel moeilijk. Je moet goed nadenken over de vraag en zorgen dat het binnen het bestek van televisie past. Ja, hè? ja, ja. Die, ja die heel lange dat is een ander programma, denk ik. <laughs> maar maar voor dan, de dan komt ze gewoon, weet je wat, maar dan is... komt ze gewoon eens naar de podcast. Ja, 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 ja daar ja. kan het wel natuurlijk. Ja, dat hè? is natuurlijk, ja, ja dat is, ik zou het zeker doen, omdat het er zit zoveel meer achter. Maar ik wil ook met zo'n um, interview. Bijvoorbeeld in Beringen, ja, dat is natuurlijk, het is, het is warm, ja er zit een klim in. Ja, je kan gaan vragen, goh, het is warm, het is een klim, heb je er zin in? Maar ja, dan krijg, krijg ik van al die renners, krijg ik hetzelfde antwoord. Dan gaan ze allemaal, allemaal. zeggen, ja, het is wel zwaar. En dan denk <laughs> ik, ja, nou ja, hè, dat kunnen ze thuis ook bedenken. Ja. Hoe is het rondje? Ja. Dat is een klassieker, hè? <laughs> ja. Ik probeer dat... Echt te vermijden. Ja. Omdat, uh, dat is de backup vraag. Zo. Ja, ja, maar je, ik, ik wil wel dat. Uh, Anderzijds ik, is het ook wel belangrijk. Maar je hoeft het niet van elke renner of renster te horen, natuurlijk. Nee, maar dan, ja. dan probeer ik wel te vragen van wat ze er zelf van vinden. Of waarom is het dan? Is het moeilijk, maar waarom dan? Uh, zodat mensen toch ja. ook thuis misschien. Het is ook, als, je, als ik naar de cross op tv kijk. Dan zie ik helemaal niet dat het lastig is. Het is dat ik daar zelf dan gereden heb dat ik denk: oh, die, die, die sporen en oh, dat het goed gaat. Oké, in meulenbekeren zaten voor de VIP-tent. Nou, die, die, die geulen. Dat, die dat is, is... eruit gehaald te plaatsen? Oh, dat is er uiteindelijk wel uitgehaald. Ja, wel, wel, wel. Ja, het net alsof ik niet ja, aanwezig ja, ben geweest. Als... Ja, ja. Maar dat, dat is wel goed dat ze dat uiteindelijk gedaan hebben. Maar je kan Jij dat... zegt dat, maar er waren een paar renders die dat, uh, daar eigenlijk een klein beetje anders over dachten. Niet veel, hè. Dus uh, de enige die naar mij gingen, want als technisch afgevaardigde, moeten de keuze wel maken van wat gaan we ermee doen. De week voordat ze naar Amerika vertrekken, vond ik dat nodig om, om die risico's te vermijden. Dus er was al 50 man gevallen. Dus was ja. helemaal kapot gereden met een tractor ja. en uh, hele diepe sporen. En wanneer en... is dat beslist? Uh, dat is eigenlijk beslist een kwartier voordat de vrouwen van start gingen. Ja, precies. Ja, dus er waren een paar mensen, er was heel veel volk naartoe gekomen, eh, uh, ramptoeristen. Die willen dat wel zien, dat is leuk natuurlijk, ja. hè, valpartijen. Hè. Het leuke eraan was, ze deden zich geen pijn. Het was maar modder. Dus, maar toch moesten dat risico proberen te vermijden. En dan is er Eddie Lissens bijgekomen. Zeg Eddie, niet twijfelen Paul, doen. En dan, die is zelf mee in de bres gesprongen, dus de, die naters zijn een meter achteruit geschoven. Ja, precies. En van haar, haar blij. En, en uh, Elie is er bit blij. Ja, Fem had het er ook wel over, Nempel. Die zei ja, uiteindelijk ook de, wel dat het uh, verbetering was. Het verbetering, hè? Ja, uh, ja. ja. Nou, pet ze maar ook. ja. Maar ik luister nooit naar, naar renders, want die hebben daar eigenlijk niks mee te maken. Dus het gaat alleen over de veiligheid in het algemeen. Jouw eigen gevoel bedoel je dan? Ik uh, ja, luister ja, niet naar renders. Ja. Je laat je door ik, niemand beïnvloeden? Nee, Is het gewoon je ik, ik, eigen ik luister koers, wel, dus, maar gevoel? als dat van verschillende hoeken komt. Dan moeten de dan moeten turven, dan moeten turven aangaan. Die, uh, ik zie dit in de wereldbeker ook vaak: hè, dat, ze, dat het te slecht is mm. dat ze de paaltjes verzetten. Dat er eigenlijk al een rij paaltjes extra staat. Ja. Gewoon de linten eraf, de andere paal eruit. Pad, scheep terug. Groen, zo groen als ja. de zetel. Er Was, toch in, uh, was het niet in Ruddervoort een paar jaar geleden? Uh, Rudy Deby, last van, oei, uh, de Bie? Die laatste minute. aan van: oei, de bocht na de start. Ik ja. moet dat de meter achteruit trekken, ja. anders gaat er hier gevallen worden. En effectief, ja. daardoor. Is de grote valpartij vermeden? Ja. ja, maar dat is ook zo. Dus uh, maak daar van toernoud, uh, die riep nog, al trainend op de fiets, alle pol, nu zit er één stuk cross in en je haalt het eruit. Dat zijn ja, pro en contras. Ja. En je moet keuzes maken natuurlijk. Ja, maar ze zullen blij zijn misschien dat het eruit was. Want stel u voor dat, dat je nu iemand verliest van die uh, top 4, top 5. En je moet het daar zonder mee doen, dan is weer iemand weg. En het, het kan zomaar gebeuren. Hè. Dus uh, ja. dat is maar. Uh, dat is één, één, is één een, ogenblik, één momentopname. Het, het kan ook een, ik, ja, ik, heb ook een cross gereden een paar jaar geleden, openingscross. Ik denk dat dat Gerardsbergen was en er zat een hele, hele steile afdaling in ja. en dat, de, en dat, beneden dat de heel erg. En dat beneden waren de kasseien. Ja. En op een gegeven moment hebben ze dat toen bij de dames, hebben ze dat eruit gehaald. En maar ja. bij de elite mannen niet. En mm -hmm. het klopt wel dat er een aantal dames het niet konden rijden, maar ik was daar de dag van tevoren naartoe gegaan. En het was, ja, het, is het vergt behendigheid, maar wij konden dat wel rijden. En dan denk ik, ja, om dan bij de dames het er maar uit te gaan halen, omdat er een aantal dames gezegd hebben, dit willen we niet. Toen vond ik dat een slechte keuze, omdat ja. dan zet, ja, je het ik... ook, zet je het hele damesveld ook een beetje weg. Dan moet je gewoon bij niemand het laten doen. Uh... Nee, maar, maar een beetje voor de dames is er, uh, een, uh, want ik klik weer aan de basis, uh, een jongen is een sleutelbeen gebroken. Ah, ja, toen. het was okay. de ene valpartij na de andere. En dan uh, moeten we dat dan. Toelaten voor de, voor de vrouwen. Maar de elite uh, mannen die zijn er wel overheen gegaan, toch? Die hebben het gedaan. Kijk, ja. er zijn uiteindelijk wel ook heel veel dames, en nu nog nu steeds meer, die gewoon heel behendig zijn. Ik bedoel, maar is vanaf nu is het een beetje achterhaald. Hè? Ze gaan niks meer uh, eruit halen om de vrouwen hebben hun. Nee, uh, maar ik vind dat moeten ze ook absoluut niet ja, doen. Ja, maar da, daar wordt uh, geen rekening meer mee gehouden, nee. ook niet. Het is omdat jullie dat echt willen. He, dus uh, ook uh, de tijdslimieten zijn er mogen gaan. Het is de bedoeling dat die misschien op termijn ook wel dat uur willen volmaken. Lijkt me Nog ook een kwartier erbij, 20 ja, minuten. Ja maar, ja, maar weet je wat het is? En, en een tijd geleden kwam natuurlijk de discussie van gelijk prijzengeld. En toen heb ik zo vaak gehoord dat dan, ja, maar jullie crossen minder lang. En toen dacht ik, oké, okay, maar wie heeft die regel bedacht? Ik bedoel, wij dames hebben niet de regel bedacht. Nee. Oké, okay, nu kan ik eindelijk dit even zeggen. <laughs> Veel frustratie. Nee, maar dat is natuurlijk... Dat, dat voelde voor mij heel frustrerend. Want als wij vanaf dag één een uur hadden moeten crossen... dan had iedereen een uur gecrossed. Ik bedoel, we hebben dat zelf niet bedacht. Zullen we dat veranderen? Zou dat een goede beslissing zijn? Een uur cross voor de vrouwen? Nou, de, 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 kijk, als je naar een, vanuit een ander oogpunt naar gaat kijken. Je kijkt naar dus het product veldrijden. Wat maakt veldrijden leuk en wat maakt het leuk om naar te kijken? Dat is de, de competitie. Als je bijvoorbeeld afgelopen weekend kijkt. en je ziet zo'n laatste ronde tussen Fem van Nempel, Lucinda Brandt. en Denise Betsema. Dat is natuurlijk fantastisch, dat is spannend. Zij, zij rijden daar enorme finale. En de vraag is. Als je, de, als je de cross langer gaat maken, is dat bevorderlijk voor de competitie, voor het duel? Maakt het een cross spannender? Dat is, dat is een gok die je gaat nemen. Maar heel eerlijk, ik denk dat het wel een goede ontwikkeling zal zijn. Want het is absoluut geen argument dat die dames conditioneel het niet aankunnen. En ik denk eerlijk gezegd ook niet dat, als je de, dat het minder voor de spanning uh, gaat zijn. Nee, dat denk ik niet. Je ja, uh, spreekt over een, uh, een, een echte finale. Ik vond het een vreemde finale. Oh, vertel! Mullenbeker. Ik vond het <laughs> ja, ook vreemd, die maar, laatste maar ronde. Ik, ik snapte niet wat er niet gebeurde. Een, een, een ronde vo, voordien rijdt Van Empel weg in de zandstrook. En, ja. nu, en nu stapt ze de eerste meter in de zandstrook af. Ja. dan, dan, dan geraak je Op die manier raak je nooit van. Uh, en Pols had nog vanaf. moeite om voor Lucina Brand in de okay. zandstrook ja, te ja, komen. Ja, absoluut, Want, ze, in die bocht uh, ging ze nog voorbij. Ja, ja absolu ze wou absoluut als eerste aan die zandstrook beginnen. Ik denk aan de basis dan toch om, om door te trekken en, en Brand voor de tweede keer op rij te laten afzien of los te rijden in, uh, in die zandstrook, die korte, nijdige ja. zandstrook. Ja, en ja, dan op de ja, piste komen. En maar voor die piste gingen ze er weer voorbij. Ja, en, dan, en dan, niks... dan denk ik het is binnen en laat ze weer brand passeren. Nou, dat is hmm. een, uh, ja, want ik denk wat ik denk dat er gebeurt is, dat weet ik niet zeker, want ik heb dat moment niet heel goed kunnen zien, omdat mm -hmm. ik natuurlijk ook aan het lopen ben dan. Maar ja. kijk wat ik heel aannemelijk vind is, ze hebben natuurlijk zo gereden naar die zandstrook, dus je je zit al best wel kapot, je zit heel hoog in je hartslag en op het moment dat je daar dan inrijdt. Um, bij mij ging het altijd zo: dingen gaan heel intuïtief. Er gaat een milliseconde door je hoofd, dan voel je: ik verlies misschien mijn evenwicht. Ja. Ik denk dat ze er in, in, in die beweging meteen afgesprongen is. Ja. En um, ja, wat ze achteraf niet had moeten doen, toen zij over brand heen kwam, ze had nooit meer moeten inhouden. Dat zei jullie zin later ook. Ja, het was eigenlijk voor mij heel gunstig dat Fem in één keer weer afzapte. Maar zij durft dat meer, zoiets. Hè? Dus hij uh, flits terug naar Val uh, van die Sole, waar ze, dat ze Vos absoluut alles moest zien, van hoe dat Vos dat terug deed om terug op de fiets te klauteren. Val, in, ja. het wereld, in het wereldkampioenschap was dat eigenlijk ook. Hè? Die, die had toch altijd wereldkampioen moeten, moeten geweest zijn. In Amerika fem van Empel, maar ze ja. komt daar dan ten val en dan duurt dat heel heel lang alvorens het is ook een, een foutje. Dus, uh... maar ze moet niet vergeten: het fem is natuurlijk nog wel heel jong en ik denk dat ze um, ja, dat soms uiteindelijk, als jij zo hoog in je hartslag zit en je bent zo'n cross aan het rijden, heel veel gebeurt intuïtief of gaat op de automatische piloot. Het gaat allemaal met een milliseconde in je hoofd... neem je een beslissing. En ik, ik denk dat het enige wat Fem echt anders had kunnen doen... dat heeft ze zelf ook in de interviews gezegd... toen zij op coprace had Lucinda er niet meer overheen moeten hm. laten komen... want die, die sprint in die de piste, bocht... Ja. Nee. Die piste moeten ze, ze beginnen. Ze dacht van in, in de sprint ben ik sneller... Ik. Het was natuurlijk een hele gekke sprint, ja, omdat na die, je na die bocht bij ja, je ervan. je hebt de bocht. Het is natuurlijk heel moeilijk om al sprintend in een bocht op gravel buiten om te gaan. Dat, dus is, had, dat is bijna niet haalbaar. Dat is niet haalbaar. En toch hield ze de benen stil en ze wacht tot dat brand zelf begint te sprinten. Ja. Dat is volgens mij weer een foutje in die laatste ronde. Ja, dat is dat is dat is denk ik ja. een inschattingsfout geweest. En dat heeft ze zelf ook wel gezegd. Maar ja, dat Uiteindelijk, en dat vind ik wel heel mooi, ze zegt ja, ik kom hier ook om te leren, ik heb, ik heb hiervan geleerd, ik had dit anders moeten aanpakken. Dus ze schakelt wel heel snel. En in feite moeten we vaststellen, ze is gewoon de, de vrouw van het seizoensbegin, want ze had er al 2 ja. op 2 gewonnen. Ze ja. maakte een inschattingsfout, waardoor plus ze niet die... wint in Meulenbeke, terwijl ze het had moeten ja. doen. Het had ja. gewoon drie plus op 3 wat... kunnen zijn. Ja, ja, plus ja. dat hij in mijn ogen, hè, dus uh, misschien spijtig voor Brandt... brand, maar Fem van, van Empel is veel sneller in een. Uh, Korte, nijdige sprint, dan. Uh... Ja. Ja, ik vind die veel rapper. Ik vind die veel sneller. Dus oh, maar hij... dat is ook. Ze is ook ja. veel explosief. Ze trekt maar Brand is ook... zo pinter en zo doordacht en geslepen. Ja, op die manier gaat zij nog, nog ja. vaak aan het langste eind trekken. Ze won er vorig jaar 20, Lucinda Brand. Hoeveel wint ze dit seizoen? Ze heeft er al één te pakken. Goh, ik zou tien zeggen. Ik, uh, ik score hoger. Maar, maar geen twintig. Maar ik kom wel ik aan dertig veertien. Twintig is ook uitzonderlijk. Hè? Ja. 13, 14. 14. Ja. En de rest uh, voor de jeugd. Ze, ze won alle klassementen, zeg maar. Maar tweede op het NK en tweede op het WK. Ja. Dat zij... ze met plezier om, denk ik. Ze werd nou, ook Europees kampioen. Ik, dat vraag ik me eigenlijk af. Want weet je wat? Zij heeft met het, zowel met het NK als met het, met het WK. Heeft ze twee keer een parcours gekregen. Wat gewoon echt op het lijf van Marianne Vos geschreven is. En daar, daar heeft zij wel alles uitgehaald. Maar dat. Daar zat gewoon niet meer in. Ik als je dan op dat zij heeft gewoon twee keer een parcours getroffen. Mm -hmm. En dan kan je gewoon uit ja, die pech heb je. Dat is ook het veldrijden. De ene keer krijg je dit parcours, andere keer dat parcours. Dat waren gewoon twee keer parcoursen die haar niet per se niet lagen, maar die Marianne gewoon echt op het lijf geschreven ja, waren. Ja, helemaal. Ik vond ze nog best echt sterk voor de dag komen hè? dus in de brand in het WK. Ja, daarom ja. zeg ik ook, van, ik ja. weet ook niet of ze heel dat op een echt, andere omloop of had ze dat heel het prijs snel geweest, anders of ze heel snel dat echt zo omgeruild mm -hmm. had, ook omdat ze wel, ja, ik vind ook met dat WK, de heeft ze er wel echt alles uitgehaald wat ze eruit had kunnen halen en uh, NK ook. Uh, en ze twee keer wel de vols, die, natuurlijk. Hoeveel, hoeveel keer zien we Vos eigenlijk in het veld deze winter? Want ja. En, ik begrijp, volgens mij gaat ze de nacht van Woer al rijden, dus dat is al bijna. Denk, uh, ja, maar die gaat wel komen ze, volgens, uh, Ik heb met Anton. Ja. Gesproken in, in de tour, beter leren kennen. Haar broer. En uh, ja, ze gaat toch wel uh, die trui uh, ja, laten, laten zien. Ik zeg dus hoe regenboogtrui. Vaak is dat dan? ja, ja, ja. dan Ze beseft maar, ook dat ze in de herfst van haar carrière zit dat ze dat soort dingen moet, moet meepakken, waarschijnlijk. Maar als die 15 ja. keer komt, dan, dan, dan mogen we ja, de handjes bij elkaar klappen en, uh, ja. en kussen zelfs, want uh, dat zou tof zijn. Welke namen komen ook nog heel vaak langs de komende maanden? Want het is de eerste aflevering, we gaan nog heel veel kunnen bespreken de komende maanden. Maar we zijn ook een beetje aan het vooruitblikken welke namen, behalve degenen die we hebben genoemd, horen we heel vaak deze. Week. Uh, ja, ik denk bij de dames Puk-Pietersen, daar gaan we denk ik veel van kunnen verwachten. Maar ook een blanca-vast, die heeft nu in het afgelopen weekend in Tsjechië weer voor het eerst gekroost. En gewonnen. En gewonnen, <laughs> ja. Ik, ik, ja. Hoop, ik hoop dat dat jij zegt, ik hoop dat. Ze heeft dat goed aangezet, maar vorig jaar was het een stuk minder. En in de zomer, oftewel heb ik niet goed gezien, maar ik heb ze weinig gevonden. Hmm, klopt. Ik denk dat uh, wat de afgelopen winter bij, uh, bij haar gebeurd is, is uh, blank vast dat. dat Vast, blank, vast is het toch? Ja, ja leuk. kan blank vast. Ja. ja, wat kijk op een gegeven moment, er zit natuurlijk ook een be belang van de ploeg in dat ze naar de weg gaat en wat gewoon uh, dat ze een goed wegprogramma gaat rijden. En mm -hmm. wat altijd in het crossen heel moeilijk is, is uh, de crossconditie versus de wegconditie. Voor het wegwielrennen is een lang seizoen. Uh, veel langere wedstrijden heb je gewoon echt een goede basisconditie nodig. En daar voor het crossen heb je die hele specifieke crossconditie, dus explosiviteit, korte, intensieve trainingen, uh, veldrijdtrainingen. En die veldrijdtrainingen zijn heel goed voor het crossen, maar niet per se dragen niet per se bij aan een supergoeie basisconditie voor de weg. Dus dan moet je op een gegeven moment moet je keuzes gaan maken. Gaan we in de winter, want in de winter is ook de periode dat je je basis weer voor de zomer legt. Maar ja, als jij in de winter te veel aan je basisconditie gaat werken, dan heb jij in het veld rijden dan mis je scherpte, dan mis je explosiviteit en wat we bij haar zagen, zij is. Volgens mij twee keer op stage geweest. En ik vermoed dat ze daar veel omvang getreden heeft. Veel uren mm -hmm. gemaakt heeft. En toen zei ze was heel goed. En ze is heel goed aan het veld begonnen. Ze is op trainingstage gegaan. Ze komt terug. En ik zag best wel gewoon. Een, ik zag meer een wegrenste. Dat betekent dan. Dan ben je iets langzamer. Dan kom je iets. Iets, iets tragen je zadel uit naar een bocht. En ja. Ja, dat is tekenend als je veel duurtraining doet, als je langere blokken doet. Terwijl voor dat cross heb je dat hele cross-specifieke intensieve werk nodig. En dan moet je op een gegeven moment de keuze in gaan maken mm -hmm. wat je gaat doen. En dat is als je jong bent, je doet het voor het eerst die combinatie. Dan is dat ook een beetje zoeken. Um, wat kun je, wat past bij jou het beste? Ik denk dat ze daar nog een sleutel voor moeten vinden. Niet te lang wachten om die sleutel te, te vinden. Dus het is een naam die we vaak willen horen. Hè? Ja, ja, maar ja. Je, je hebt figuren nodig, hè? want dat maakt de cross. Hè. We hebben het gezien dit weekend, dat duel ja. in Meulebeke. Ja, dat, dat zijn de duels waar we toch uh, zo graag uh, ah, ja, cross maar dat, voor dat, kijken. Daar, daar, daar draait het om, helemaal. Ja. Sanne Kant, die is nog niet uh, genoemd. Ze gaat niet naar Amerika, dus zij heeft ervoor gekozen die wereldbekerwedstrijden uh, links te laten liggen. Snap je dat? Uh, wat is de logica erachter? Weet jullie meer? Keuze. Ik denk in haar geval dat dat misschien toch uh, beter zal zijn, dat ze daar uh, een keertje van weg blijft en dat ze dan alles op de rest zet. Uh, wat? wat wat meer ruimte, wat meer inrijperiode, ondanks dat zij veel op de weg gereden heeft, hè, want ze heeft alle klassiekers bijna, bijna gedaan, ja. ze heeft de tour gedaan. Dan dacht ik ook van, dat gaat nog niet lang duren, of Kant gaat mee zijn, maar voorlopig, het is te kort dag natuurlijk. Hè. Je kunt nu nog niet analyseren of, uh, of daar iets rondmaken. Dus maar uh, de start is ze voorlopig niet echt uh, helemaal. Uh, Gemaakt zoals ja, het zou moeten, dat je het, kunt. Hè? Het is denk ik ook wel. Het, dat ligt ook een beetje aan de renners. Sommige rensters die kunnen, of renners renses, die kunnen heel makkelijk die overgang maken. Ja. Wat zij mij vertelde was, ze had bijvoorbeeld um, bij de allereerste cross had ze net daarvoor de uh, vergeet me de Simak Ladies Tour gereden, mm -hmm. etappekoers. Ja en dat is natuurlijk even de vraag: hoe lang is je herstel daarvan? Je bouwt best wel in, die, in een meerdaagse bouw je best wel wat vermoeidheid op. Ik kon niet crossen met vermoeidheid in mijn benen. Ik moest gewoon heel fris zijn. Ik moest scherp zijn. Mm -hmm. Als ik een etappekoers zou rijden net voor mijn eerste cross, zou ik geen goede cross rijden. Want ik had, dat, ik had altijd echt dat, die scherpte en die frisheid nodig om diep te kunnen gaan. Ja. verschilt wel. Sommige renners renners, rensers kunnen dat wel. Dus dat gaf zij aan dat dat voor haar bij de eerste cross best wel een beetje afwachten is. Dus daarna uh, Bering heeft ze niet gereden. Ze is op zondag ziek geweest. Afgelopen weekend reed ze wel echt een mindere cross. Toch geef ik haar wel echt het voordeel van de twijfel... dat zij um, ja, wel weer voor een top 5 mee kan gaan doen. Ja, dat hopen we allemaal. Hè? Dus, uh, niet verkeerd verstaan, dus, maar, maar het is niet makkelijk... omdat er zoveel nee. materiaal rondrijdt momenteel. Ja, ja dus, en, en ik uh, denk hè? Als Puk Pietersen daar nog gaat bijkomen... Ja. dan, 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 ja. dan die komt die niet zomaar voor, uh, voor ja. achterna te hollen. Dat is echt ja. voor, voor het podium. Ja, en ik denk wat, je, wat gewoon echt de belangrijkste dingen... Dat, Weet ik zelf ook uit eigen ervaring is: je hebt vertrouwen nodig. Je hebt echt blindelingsvertrouwen in jezelf nodig, in je lijf, in je aanpak. En als je dan toch een periode wat minder gaat en ergens sluipt de twijfel erin. Dan is het ook um, lastig in de, in de cross. Kijk, je, je gaat van cross naar cross. Daartussen heb je een aantal dagen, maandag zeg maar, tot en met vrijdag. Op woensdag ligt altijd de cross training vast. En ja. als dan, je hebt dan nog maandag, dinsdag, nou maandag je, vrijdag je. Dan heb je eigenlijk dinsdag en donderdag, dat zijn de dagen nog dat je iets anders dan een cross training gaat doen. Veel renners gaan dan op de weg trainen of je doet dan een duurtraining. En dat zijn dan de momenten dat je of gaat bijtrainen. Dat vertelde bijvoorbeeld. Um, Michael van Toerenhout en Eli Isabiet, nou die hebben nu de afgelopen weken echt nog wel wat bijgetraind. Dus op die dagen ga je dan bijvoorbeeld een wat langere duurtraining doen. Alleen, ja, als je op een gegeven moment ook niet zo goed uit het weekend komt... en er zit bijvoorbeeld al vermoeidheid in je lijf... Ja, dan ga je natuurlijk ook. Dan is de vraag: ga ik bijtrainen? Uh, moet ik meer rust? En als snap ik snap er niks van, Sofie. Nee? <laughs> Jawel, ik volg, ik volg je wel. Maar het is het begin van het seizoen. Je kunt nu niet echt op een trap gaan zien. Het, uh, het seizoen is eigenlijk. Aange... Die moeten van het weekend moeten die Amerika gaan trotseren. Hè? Ik bedoel, ja. die hebben drie crossen gedaan. Hè? De eerste cross was kruiden. Ja, dat mannen. Jawel, dat was al. Pittig, hè? dat was ja. al lastig. Hè? Dus uh, die zijn gerodeerd mm -hmm. tot en met. Dan is er beringen bijgekomen. Dat is een klimkoers. Dat is een ja. koers die dat je eigenlijk pas op, later op het seizoen zou mogen krijgen, in mijn ogen. Want wie kan daar klaar voor zijn, in mijn ogen? Niemand. Maar toch zijn ze. Er. Dus ik bedoel, er zijn specifieke crossers en uh, je zult zien van dag 1 het zijn dezelfde winnaars die je dat er op laatst bij zijn. In februari. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar als je bijvoorbeeld even kijkt naar het geval van Sanne Kant, wat, wat ik probeer te zeggen is, ik, ik kan me in haar positie voorstellen, als je op een <laughs> gegeven moment toch een paar keer een wat minder seizoen hebt gehad, dan, ga je, dan, dan sluipt er ergens twijfel in. Ja. Want je moet op een gegeven moment jezelf ook weer gaan herontdekken. Hoe word ik beter? Of hoe, wat moet ik gaan doen om wel weer op dat podium terecht te komen? Ja. En ik bedoel in het kader dus van training, dat wat wat de cross lastig maakt, is je hebt niet heel veel uh, mm -hmm. touwtjes waar, of niet heel veel uh, knoppen waar je aan kan gaan draaien. Nee. Om als het seizoen eenmaal begonnen is, om nog hele grote stappen te gaan maken. Mm -hmm. En dat is precies wat je zegt. Als je eenmaal ja. begint, dan ben je eraan begonnen. En dan zul je zien dat de renners die in het begin goed zijn. Vaak blijf je die ook zien. Omdat het heel moeilijk is om tijdens dat seizoen nog. Um, je, je kan niet in één keer heel veel bij gaan trainen. Ja, dan moet je wedstrijden gaan skippen. Je, je moet ja. iets anders doen. En Sanne Kant kiest maar ervoor om niet nu... naar Amerika te gaan. Dat is misschien uh, ja. Uh, ja. een move die wel uh, ja. op termijn heeft, iets oplevert. Ze heeft nu een seizoen gemaakt, of, of gereden zoals ik, misschien ook wel zou gepresenteerd hebben aan haar. Dat is afjakkeren, dat is veel rijden. Uh, de klassiekers, die een tour is daar nog bijgekomen. Meer kan zij niet doen. Oh ja, maar, maar die... die met de vingers in de neus, hè, rijdt hij dat uit. Hè. Dan zou dat denken: van die gaat die lijn doortrekken, want Cross is haar vak. Ze is vorige week is drie keer geweest. wereldkampioen. Dus, uh, voordeel van de twijfel, Paul. Oh, ik, ja, ik, ja, wel, uh, wel. wel, wel uh, ik kom, zeg, over, ik kom, ja. we, we hebben nog een aantal uh, minuten en ik wil het toch nog eens hebben over de mannen. Wie, is, of wie heeft op dit moment de meeste overwinningen bij de mannen? De Michael. Ja, Michael. Van, van Tournau. Um, oh nee, eh. Uh, Vincent Baastans, wow. de Amerikaan. Oh, ja, Hij ja, 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 dat... heeft, denk... heeft uh, dit weekend 5, zijn eerste wedstrijd niet ja. gewonnen. Hij had er zes in totaal gereden. Hij oh, heeft er yeah. vijf van de zes gewonnen in Amerika. Ja, ja, is en zijn ja, vriendin, Annemarie Ja. ja, Marius. Marius. ja vier op vier in Amerika. Ja. Ah, vier. Vier. ah ja, ja, daar is er eentje bij. De waardeverhoudingen, moeilijk in te schatten van op afstand. Ja. Maar dat is wel iets wel, Winnen is winnen, zeggen ze altijd. Maar ik vind het een geweldig verhaal. Ja, dus... Pas hij is daar een beetje thuis. Zijn tante woont daar, ja. he, van Vincent Baastans. Ja, baas familie daar, ja. ja. En, en ik vind dat wel chic Als dat... Uh, Worst is dan achterna gereisd. Uh, fantastisch dat je dat kunt ervaren. Dat gaan ze nooit meer vergeten. Hetgeen dat zij hem nu meemaken. En ik heb het gevoel dat dat alleen maar te goede komt. Uh, in functie van wat er uh, nu voor de Wereldbeker te gebeuren staat, toch? Uh, ja, Baastans gaat wellicht niet meedoen voor de overwinning. Maar Annemarie Worst oh, kan zomaar zeker? toch ja, met, ja. Die, met die... Ja. Die vertrouwensboost, ja. je wint vier wedstrijden, je zit al in die Amerikaanse vrouw, dat kan toch alleen maar goed zijn? Je bent er al langer, je hebt die reis niet deze ik, week. Ik denk dat Annemarie het podium rijdt in Amerika. Ja. Maar ook die anderen, de Vincent zelf, hè? Dus die was vorig jaar ook al goed. Hè? Dus, uh, die, heeft eigenlijk al, die is eigenlijk benen slabakken op plaats van het seizoen, maar voor de rest heeft hij goed gereden. Hè? Dus uh, die rijdt ook top 10. Hoe, kom, hoe komt het dat hij niet in een wat grotere ploeg wordt opgenomen? Ja, hij heeft die kans gehad. Hè. Dus dat is een paar keer uh, fout gelopen. Dus, maar, maar hij blijft volharden Dus uh, hij is nu helemaal... Hij heeft een nieuwe sponsor. Uh, iemand uit de bouwsector. En, en, en ja, hij voelt zich daar blijkbaar heel goed in zijn eentje. Ja. Amerikaans uh, droomnajagen, Vincent Baas. Elk jaar gaat hij daar vaak crossen. Hè? Dat ja, dat klopt. Familie. Ja. En inderdaad ook punten pakken voor ja. een, uh, een goede ranking en zo. Uh, ik wil het nog hebben over de, 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 de ploeg van het seizoensbegin natuurlijk. Zoals elk seizoen. Pauwels, zou zijn Bingo alweer ja. Uh, uh, ja, met een knal uit de startblokken geschoten. Ja, die, die verliezen één cross, zeker. Hè? Dus, en dat was ja. dan uh, met uh, Lucinda. Brand. Brand. Bij de ja. mannen hebben ze ze dus alle drie gewonnen, de Belgische ja. crossen. Ja. Uh, hadden jullie verwacht dat het 2-1 zou staan voor Michael van Tournout? Tegen jullie als we het zo moeten zeggen? Ik had een beetje achtergrondinformatie. Dus uh, oh. uh, ja, bijna was Kruijweker er niet bij. Dus uh, Izerbit is die week. Uh, uh, bijna ziek geworden. Keelpijn ja. had tot en met. Ja. En hij wou zelfs niet rijden. Uh, en, en uiteindelijk is dat dan heel snel omgekeerd. Dus dan neem ik aan dat dat een weekje toch wel in beslag heeft genomen. om er helemaal terug bovenop te staan of te komen. En dan Beringen, daar was hij heel sterk. Ik heb hem zondag ook bezig gezien. Dat was in mijn ogen ook heel goed. Hè? Ja. Ja. Misschien zeker ja. zo goed als Michael van Toernout. Die flitsen. Hoe hij speelde, links, rechts, wegrijden, zich terug laten inlopen. Ik denk dat het pas in Waterloo gaat gebeuren. En op het einde, in die laatste ronde, kwam hij nog heel dicht bij Michael van Toerloot. Hij knalde daar dat bergje op. Ja, toen hij afstand nam van haar. Ja, dat is natuurlijk bij hun... Klein beetje lastig op dit moment. Als daar zit er van haar, zit dat tussen. Kijk, Isabiet kan niet gaan rijden. Dat hebben we natuurlijk in het eerste weekend uh, ook gezien. Dan zit ja, Isabiet een klein beetje in de tang. Dan zie je toch dat hij nog heel snel veel mm -hmm. tijd goed maakt. Maar ik vind, ja, het viel mij heel erg op dat uh, Maaike van Tooren houdt. Ook in de interviews. Heel relaxed. Hij is aan het lachen. En, maar daar is rust gekomen in de ploeg. Hè? En, en waarom? Ja. Ze, ze zitten nu met tweeën. Ze komen heel goed overeen. Laurens Zweek is daar weg. Ze moeten naar niemand meer kijken. Dus het koekje mag verdeeld worden onder hun twee. En als dat dan in die koersen gebeurt, dan kan ik daar volledig achter staan of inkomen. Maar je zult zien, bij de Wereldbeker gaat het menens zijn. Dan, uh, dan ja. gaan ze de kleur van de trui niet zien. Dus dan krijgen we de echte strijd. Ja. Dit, dit ah, weekend dus. Ja. in ja. Waterloo. Ja. Oh, maar ik denk niet dat uiteindelijk. Uh, ik denk wel dat de, de, de resultaten op. Echt op uh, waarde waren. Ik denk niet dat er uiteindelijk wat weggegeven is, hoor. Maar ik denk afgelopen denk weekend, dat? ja, dat, oh, dat weet ik wel zeker. Ik heb Afgelopen weekend, <laughs> denk ik, was mm -hmm. Isebiet echt wel wat minder, hoor. Dat zei hij zelf in het interview. Ja, maar wow. heeft ook, hij is ook iets later beginnen binnen pieken. Hè, dus hij heeft dat bewust gedaan. Hè. Hij wou niet van dag één eigenlijk. Uh, maar als je ziet dat je zo naar voren en naar achter kunt rijden. en dan ja. van haar de laatste ronde eraf rijden. dan moet al behoorlijke papieren hebben, in mijn ogen. Ja, maar dat denk ik ook wel. We hadden uh, ja. in dit. Uh, We zullen um, volgende week zien wie er Michael van Toenout, zei hij niet? dat hij zelfs nog even schrik had. dat Heli nog zou terugkomen ja? in de laatste mm -hmm. ronde. Ja, dat was, die, dat was in de. In, in de dat was in de allereerste cross. Ja, maar dit, dit weekend was het toch ook nog? Je zag hem kijken Ja, wel. Maar nu merk je dat dat, dat dat geen pijn meer doet. Vroeger waren er af en toe zo links en rechts kleine frustratietjes en, en die komen wel overeen, denk ik. En dat is maar het beste ook voor de ploeg en voor iedereen uit de omgeving. Ook voor de ouders daar rond is dat, is dat heel aangenaam, dat die twee overeen komen. Ja. Zeg, er, er zijn natuurlijk nog uh, namen die moeten passeren. Dat zal de komende weken nog vaak uh, het geval zijn. Van der Poel, Van Aert, Pitcock, dat is nog niet aan de orde, uiteraard. Hermans ja. ook niet. Hermans niet. Gianni Vermeers, om nog maar één te noemen. Dat zijn al jongen, allemaal jongens die natuurlijk veel op de weg hebben gereden. Maar ja. Ja, we missen Toon Aerts. Dat was nog iemand die uh, vanuit ja. het andere kamp, samen met Lars Van der Haar, voor dat ja. tegenwicht uh, kon zorgen. Lars ja. Van der Haar uh, doet maar één wereldbekerwedstrijd in Amerika. Um, maar Tonarts is er helemaal niet bij. Je hebt hem gesproken in Kruibeken. Ja. Wanneer zien we hem terug? Heb je ja, daar een bepaald niet. gevoel bij jullie? J nou, weten jullie meer? Ik, nou, dat, ik neem niet echt. Ik, <kijf> uh, ik kreeg, het ik werd heel duidelijk voor het interview geïnstrueerd: dit mag je niet, dit en dit en dit mag je ook niet vragen. Dus dat was even lastig van: oké, okay, wat mag ik dan wel vragen? Uh, omdat ja, hij kan, hij kan niks over de hele UCI, hoe dat allemaal gaat. Daar wilde hij, en daar kan hij ook niks over zeggen. Um, ja, maar wat ik denk, omdat natuurlijk ook met de hele ploegwissel... dan lijkt me dat hij dan toch niet voor december gaat crossen? Of zie ik dat verkeerd? Ik weet dat niet. Als ik een bougie zou laten branden en het is morgen opgelost... zal ik dat nu direct doen. Maar ik kan niet geloven dat die jongen iets fout heeft gedaan. En ik, ik moet me daar natuurlijk niet over uitspreken, want je weet het nooit. Dus maar als ik dan toch over iemand zou durven ronduit praten, rechtdoor... Dan denk ik dat er, dat er ja. iets op til is, zoals uh, in het geval met... Die gaat dat niet graag horen, maar zoals het geval van Betsema. Ja, dat is inderdaad wat ik wel gehoord mm heb. -hmm. Waarschijnlijk dat hij ook wel een sterk dossier heeft. voedingssupplement. Ja. En dan kunnen ja, dan kunnen nog altijd... He, je moet het nu niet gaan oprakelen, allemaal niet. Dus, maar maar, maar he, waarom zit dat in die vitamine? En, en, en kan, kunnen die vitamine dan niet van, van bij ons, van een gewone apotheker komen... He? Maar zo, zo zijn er nog verhalen geweest. Ik heb ooit geweten dat een jongen die was positief was door een massage. En dat noemde, en dat durf ik hardop zeggen omdat ik heel dicht daarbij stond bij die jongen. Immerkzil noemde dat. Dat was gewoon een massagemiddel en die was positief door die zelf. Ja, ja dat is te bizar voor woorden, maar je logische verstand denk je dat kan toch niet? En maar wat, dat vraag ik me af. In, uh, in België is het heel normaal toch dat je supplementen laat maken? Mm -hmm. Want in Nederland is dat niet, niet zo. In Nederland worden supplementen vaak niet gemaakt. Dus ik, ik, ik denk, wij vinden dat dan ook gek van. Maar in een supplement, hoe kan dat nou? Want. Alleen het is in België is het wat ik begrijp wel normaler. Dat je gewoon iets door een, 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 een ploegarts of door een arts dat je iets zelf laat mm -hmm. fabriceren. Maar ik zou denken, ja, dan is de kans toch ook veel groter dat er iets in komt. Dan, dan wil je dat toch ook niet? Of... Het is een dunne leen. Dan ja. is het spelen met Ja, maar als iets veel, veel normaler is, dan is het, is het waarschijnlijk ook uh, gebruikelijker om een supplement dan te nemen. Um... Uh, ik denk dat we daar een uh, andere podcast moeten aan wijden. Ja, en misschien, misschien moet Toon Aarts maar eens langskomen. Want ja. Um, ja, er is heel veel over te vertellen. En hopelijk komen de antwoorden voor Toon Aarts in de eerste plaats heel snel. Um, dit weekend, Cross in Amerika. Nog een pronostiekje. Wie wint de eerste wereldbekerwedstrijd? Bij de mannen en de vrouwen, Paul? Bij de mannen. Ja. Um, Elie is er bij de bij de mannen. Daar blijf ik bij. Ja. En dan bij de vrouwen. Uh, ja, ik ga terug... Uh, ze gaat toch meerijden, hè, Van Empelen? Ze ja, is toch zeker, weg, hè? Ja. Fem van Empel. Oké, okay, Waterloo. Femme, ja. uh, de namen zijn genoemd. Ga je voor dezelfde, Sofie? Ja. Ja? ja, ik zit even snel aan Waterloo te denken, parcours. Ja, dan... Um, ja, dan acht ik de kans wel groot dat, het, dat dit opnieuw een sprint gaat worden. En dat Fem nu... De sprint is gewoon langer. Je sprint veel langer uit de bocht mm -hmm. daar. Dat ze aan het langste eind gaat trekken. Een spannende cross en de beslissing in de laatste rechte lijn. Ja. Goed, Paul, dank je wel. Sophie, dank je wel. Tot zeer binnenkort hier of ergens te velden. Ja. En u bedankt voor het kijken. Uh, dit weekend, dus de Wereldbeker. Eerste manche in Waterloo. Wij zijn er volgende maandag terug met een nieuwe aflevering. De tweede nog maar van dit uh, nieuwe begin. Een nieuwe podcast genaamd Cross. Tot dan.